allemaal. Ik kom even een complimentje geven. Een compliment, een dagelijks compliment, kan toch deugd doen, niet? Dus 12 jaar geleden heb ik complimentendag in de wereld gezet. Maar wat is nu één dag in een jaar een complimentje krijgen of geven? Is het niet veel beter dat we dat dagelijks doen? En ik heb het engagement met mezelf gemaakt. Ik ga echt dagelijks iemand een complimentje geven. Hoe dat ik het doe, is het met telefoon, met sms, is het persoonlijk, is het via social media met de hashtag complimentmoment, dat zal ik wel zien, maar ik ga het wel dagelijks doen. En hoe fijn zou het zijn dat ik niet alleen zou zijn. Dus als jij voelt van, dat vind ik een super initiatief, want hoe leuk zou het zijn dat mensen dagelijks blij gemaakt worden voor wat ze doen, voor wat ze gewaardeerd worden met een complimentje. Dan zou ik het super vinden dat je meedoet. En als je meedoet, wat dan moet je doen, is gewoon het complimentenpact ondertekenen dat op de site staat, www.complimentenmoment.be. En dat zit, en dan doen we het samen. Ik ben benieuwd hoeveel mensen die er gaan op ingaan. Voor nu, bedankt om te luisteren en tot een volgende keer. Bye.